Ontzettend. Ik de familie Mooien verhuizen 18 lien van Brabant naar Friesland voor de zoenere lucht. De mem en beide zwannen haar astma. In Brabant hier ze botlijst van uitlaatgassen, ammoniak uit het zit van bargehouders en de industriegebieden. Nou, in Brabant merk je gewoon dat daar een luchtstroom is van met name industrie. Vanuit het Roergebied, vanuit Antwerpen, vanuit het industriegebied in Rotterdam. En dan heb je zo'n het gevoel dat er een soort deken boven je ligt. Een soort grauw deken, wat je eigenlijk belemmert. En dat hier viergeende gevolgen. De antibiotica zijn de prednisonkuurtjes, die vlogen hier om de oren. Was het de een niet die ziek was, dan de ander wel. Of ik zelf, of in het ziekenhuis, of hoge koorts, dat soort dingen. En ja, van de ene virusinfectie naar de andere longontsteking. Nou, en dan op een gegeven moment dan weet je het gewoon niet meer van waar je moet zoeken en waar je moet zijn met je problemen, met je klachten, met je vragen. Nou, weekendjes bij vrienden in Friesland vernamen ze dat ze opknapten van de Friese lucht. Om ze graag zo'n libje wollen, besluiten ze te verhuizen. En dat docht vertuten. Vrouw Mooien knapt sabbat op dat ze weer aan het werk in. En Martijn en Michiel binnen volslaan van de medicijnen af. Ja, we zijn gewoon weg van alle klachten, dus geen gezondheidsklachten meer. Dus ja, en dat is wel heel wat beter dan vroeger eerst. Want vroeger lagen we elke paar maanden wel in het ziekenhuis met iets of wat. En elke keer naar de kinderarts en dit. En nu niet meer. Het was eerst een zwier besluit om te verhuizen, maar ze hadden neerspiet van haar. Ja, ik wil echt in Friesland blijven wonen, niet terug in Brabant. Dan zijn we bang dat we weer hetzelfde krijgen en dan kan er weer iets gebeuren en dat willen we niet.